Al bij de eerste grote wedstrijd van Kessa Semenya werd er veel over haar gepraat. Je kunt er niet omheen, maar ze heeft een mannelijk voorkomen. En er wordt getwijfeld, ja, het is echt waar, of zij wel inderdaad vrouw is. Ze was toen 18 jaar en deed voor het eerst mee aan de wereldkampioenschappen. En ze won gelijk. Ja, het is een super tijd. Het verschil met haar tegenstanders was groot. Haar uiterlijk en haar manier van lopen zorgden voor een hoop vragen. You are extremely fit and your career has boosted. With that comes rumors. I heard one that you born a man. What do you have to say about stuff like that? I have no idea about that thing because I haven't heard that thing. Who said it? And I don't know. I don't give a damn about it. Meteen kwam haar moeder in Zuid-Afrika met bewijs. Daarop staat dat Semenya werd geboren als een meisje. Toch wilde de Atletiekbond meer onderzoek doen omdat Semenya belangrijke wedstrijden bleef winnen. Na veel testen en vervelende vragen kwam de uitslag. Semenya is een vrouw, maar heeft 3 keer meer testosteron in haar bloed dan andere vrouwen. Testosteron is een stofje dat zowel bij mannen als vrouwen in hun bloed zit. Mannen hebben er meer van en dat zorgt voor bijvoorbeeld een zware stem en baardgroei. Ook zorgt het voor sterke spieren en meer kracht. Om sportwedstrijden eerlijk te houden, bedacht de Atletiekbond regels voor vrouwelijke hardlopers. Als zij te veel testosteron in hun bloed hebben, dan moeten ze medicijnen gaan slikken. Doen ze dat niet, dan mogen ze niet meer meedoen. Semenya is het daar niet mee eens. Ze is nou eenmaal zo geboren. Bovendien zorgen de medicijnen ervoor dat ze minder snel rent. En daarom stapte ze naar de rechter. Vandaag gaf die de Atletiekbond gelijk.